En vandaag, 22 april 2020, wordt Earth Day voor de 50ste keer herdacht. De stichting Support Recycling Suriname, Suresuur, had gepland om een clean-up te organiseren om een bijdrage te leveren aan de bewustwording rond het milieu. Door de COVID-19-pandemie is dit helaas niet mogelijk. Daarom heeft Suresuur vandaag samen met haar internationale partners van Let's Do It World de eerste Digital Clean-up Day gehouden. Deze Digital Clean-up Day wordt in nog 180 andere landen georganiseerd. Mensen realiseren zich niet dat er in de digitale wereld ook vervuiling is die de werkelijke omgeving beïnvloedt. Door digitaal afval te verwijderen wordt de opslagruimte in apparaten vrijgemaakt, waardoor ze sneller worden en kostbare tijd wordt bespaard. Een georganiseerde digitale werkplek heeft ook een positief psychologisch effect, omdat een opgeruimde werkplek leidt tot meer concentratie.